Aangezien ik altijd zo uitgesproken ben over reclames, is Fanta van mening dat ik het maar eens lekker zelf mag gaan proberen. En daarom ga ik de hele zomer samen met een team van 4 creatieve bazen reclame maken. Wij zijn de baas. Dit is Baas zijn met Calvin. Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar de allereerste aflevering van Baas zijn met Calvin. Zoals je in de intro ook al kon horen, is dat de serie waarin ik gedurende de zomer reclames mag gaan maken voor Fanta, omdat ik altijd zo uitgesproken ben over reclames. En nu mag ik het gewoon zelf doen. That's it. En dat is ook de reden waarom ik een oranje paprika heb. Normaal gesproken is het rood, maar met Vans oranje. Dus dat is dan leuk. Ik ga het niet alleen doen, ik ga het samen doen met een team van 4 bazen die mij gedurende deze hele zomer gaan helpen. Ze zijn hier, ik ga ze maar gewoon aan jullie voorstellen. Ze zijn bekend, de allereerste is de enige echte Nikki! Zeg even, wie ben je, hoe heet je, wat is je naam, wat is je gevoel? Mijn gevoel is goed. Mijn naam is Nikki, ik ben 16 jaar oud. Heb je er een beetje zin in? Ja, heel erg veel zin in. Hier, kies maar uit. Oh, jeetje, oké, ja. Ik ga gewoon de volgende persoon introduceren. Ik ga er niet langer omheen lullen. Give it up voor Robin! Ik hou van muziek. Goed zo. En ik ben Robin. Goed zo. Niks meer aan toevoegen. Nee, daarom. De volgende persoon die ik ga introduceren is... Juliette. Wat is je passie? Theater. Oké. En dat was het? Ja. Paprika's zijn pas. Paprika's. Nou, laat ik nou toevallig oranje paprika's hebben. Potverdorie zeg. Allerlaatste teammember. En ik denk wel, ja, toch wel zeg maar de knapste van ons allemaal. Tegelijkertijd ook de grootste debiel die je ooit gaat ontmoeten. Het is Bart. Ik ben Bart. Ja. Het leven is best wel nice. Oké. Hoe vinden jullie dat jullie uit alle inzendingen die zijn gekomen, en ik kan je vertellen dat waren veel. Dat waren echt veel. Hoe vinden jullie dat jullie de uitverkorenen zijn? Ja? Ja? Hebben we een beetje zin in? Ja? Zeker. Goed zo. Ik vind het eigenlijk hier ook wel een beetje, ik blijf altijd in mijn woonkamer. Ik wilde even een keer uit. Ik eigenlijk moet een soort kantoor hebben of een vervoermiddel. En nou heeft Fanta, hij heeft iets gefixt voor ons. Ik ga het even ophalen, blijf even hier. Ik ga het even, ik fix het voor jullie. Oké? Ja. Let's go! Gijs, vertel. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, Kelvin, jij gaat natuurlijk de komende weken met je team aan de slag om de marketing van Fanta over te nemen. En daar heb ik iets voor je geregeld, want je moet jezelf natuurlijk wel vervoeren. Okay. Dus ik heb hier een paar sleutels. Daar staat hij. En ik zou zeggen, veel succes de komende weken. Ben benieuwd. Deze. Ik ga een vriendje van mij bellen, die kan iets met bussen. Weet ik, toevallig. Goedemiddag, Chase met Rijn. Rijn, met Kelvin. Hey, Kelvin. Jij kan toch, zeg maar, bussen en zo en shit pimpen? Ja, dat kan. Vind je hem niet mooi genoeg dan? Ja, het is echt een, als je hem ziet, is het echt een lelijk ding. Hé, wat wil je ervan maken? Ja, wat kan allemaal? Ja, alles kan. Hij kan groot, lang, kort. We kunnen hem door midden zagen en verlengen. We kunnen er ramen in plaatsen. We kunnen er voetdruk van maken. Wat jij wil. Zal ik dan nu naar je toe komen? Lukt dat? Ja, dat is goed. Oké, dankjewel. Kijk, hoi. Ik kan nu dus rijden om hem te fixen. Deze bus gaat even dicht. Oh. Ja. Let's go. Robin, Bart, Juliette, Nikki, hoe is het? Ja. Ja, zijn jullie blij? Ja. Beetje spannend? Ja. Ik heb jullie hierheen genomen om jullie iets te laten zien. We gaan natuurlijk de hele zomer heel veel lol trappen en keihard werken. Alleen, we moeten onszelf natuurlijk kunnen vervoeren. En we hebben eigenlijk een soort van kantoor nodig. Dus ik dacht, dat proppen we gewoon ineen. Dat heb ik voor jullie gefixt. Oké, ik laat je niet langer in spanning. Ik zou zeggen, haal het blinddoekje van je hoofd. Ja. Oh, tada! Tada! Holy fuck. Oh, dat is super vet. Dit is onze bus / kantoor / eindbazen office voor deze zomer. Ja. Oké, baasjes, hou je goed vast. We gaan er vandoor. Kom maar
alsjeblieft even naar buiten, het wordt gezellig. Ik heb een nieuwtje, het is zover. We gaan beginnen. Hé, hey, watje, alles goed? Ja, man. Hé, hey, nou eens, ik ken een leuk trucje. Oké, luister. Ik heb een bericht gekregen van Gijs. En hij heeft ons een opdracht gegeven. En dat is meteen onze eerste opdracht. Beste bazenteam. Ontwikkel een activatie rondom de nieuwe Fanta fles / logo. Belangrijk dat de twist van de fles terugkomt en dat de consument zich vertrouwd gaat voelen met het nieuwe design. Normaal gesproken heb je een normale fles, of een saaie fles. Gewoon een beetje een leme fles. En dit is een soort van weirde twisted fles. Dus ergens lijkt me dat wel een soort van goed uitgangspunt voor als we iets bedenken qua reclame, dat centraal staat. Van, okay, je hebt de normale manier, dat is gewoon een standaard fles. Maar dan heb je ook twisted. Dan als laatste, als we bijvoorbeeld een billboard gaan maken, of het nou langs de snelweg zetten of ergens anders neerplakken, het moet wel gedesigned worden. Mm-hmm. Dus er moeten tekeningen gemaakt worden. Alleen ik kan echt voor geen meter tekenen. Nou, deze twee dames ook niet, zoals je hebt gezien. Nicky en Bart zoeken de designers voor het billboard. Robin en Juliette die gaan op zoek naar iemand die ons kan helpen bij het zijn van weird in ons hoofd. En Bart gaat op zoek naar iets wat normaal is. Ik help je daar wel even bij, want het gaat nog niet zo goed volgens mij. Mensen, het is officieel begonnen, de kop is er gehad. We gaan ervoor, we hebben besloten om normale dingen twisted te gaan maken. En om daar een design van te maken voor op een billboard. Ter promotie van de nieuwe gedraaide fles. Alleen nou is natuurlijk de vraag, wat is normaal? En jij hebt iets bedacht hoe we daarachter moeten gaan komen, toch? Zeker, we gaan op straat naar mensen interviewen. Yeah. Met de vraag, wat is normaal? We hebben met Matty. Bart. Hi. Hoe is het? Stabiel. Voel je? Nat. We zijn even de straat op gegaan om mensen te vragen. Ja, hele interessante vraag. Ik ga het niet hardop zeggen, want anders verpest ik het al. Uit het niets is het gaan regenen. Het is echt Nederland. Even doen normaal. Nu we het over normaal hebben. Wat is normaal? Ik ben normaal. Wat is normaal? Wat is normaal? Dat weet ik niet. Kijk, het is moeilijk, mensen. Het is oprecht een moeilijk vraagstuk. Een stoel of zo. Of eten. Dat is normaal, kapsalon, ja. Is het normaal kapsalon of groot? Normaal, nee, groot. Voor mij is skaten normaal. Skaten? Ja. Ja, geen idee. Wat vind jij normaal? Nee, nu draait hij de vraag om, zo werkt het niet. Zijn deze tepels normaal? Bart, doe het normaal, man. Ga eens vanaf, joh, Bart. Doe het normaal, man, hé. Doe het normaal, man, hé. Normaal is als het mooi weer is, dan eet je een ijsje. Zoals een ijskoman het hoort te zeggen. IJs is normaal. Gek. Wow, dat is diep. Is een tafel. Tafel. Ja. Oké, mensen, we zijn weer onderweg. We zijn natuurlijk net de straat op gegaan om mensen te vragen wat is normaal. En het doel is nog steeds om twisted designs te maken. En om twisted designs te kunnen maken moet je een beetje twisted, een beetje gek in je hoofd zijn. Zijn jullie een beetje gek in je hoofd? Ja. Ik heb een aantal van mijn YouTube vriendjes opgebeld. Drie jongens zijn helemaal gek in hun hoofd. Doen echt de meest domme dingen ooit. Als je iemand moet hebben om je te leren hoe je twisted in je brein moet zijn, dan zijn zij het wel. Okay. Daar gaan we nu heen. Dit is spannend. Dit is spannend. Rete spannend. Dat is niet normaal zeg. Wow, help! Zijn jullie daar? Help! Ik heb zo irritant te worden. Ik dacht dus dat dit mijn vrienden waren, zeg maar. Ik dacht YouTubers zijn mijn vrienden. Oh. Hey! Dat klopt, dat belde even. Ja, wat was je aan het doen, joh? Wat was je allemaal aan het doen? Ja, ik ben rond aan het spelen. We hebben een idee. Een briljant idee. Ik loop even die kant op. Exact wat we nodig hebben. Kort. Oh. Oh, dat voelt raar. Ons plan is als volgt, we willen een bad vullen met Fanta, jongens. Dat is het ding. En aan jullie de taak om aan het eind van de dag te beoordelen of het gek genoeg is. Zodat wij twisted genoeg zijn in ons brein. Zodat we onze opdracht kunnen vervullen. Alleen dit moet er dan wel eerst uit. Maar als jullie nou even de Fanta gaan halen, gaan wij dit uithalen. Jongens, succes hè. Oh, jullie. Gelijk testen. Eén is gelijk kijken hoe jij dit eruit gaat halen. Oh, het zit al gelijk raar, snap. Kijk, eigenlijk moet je nu je blouse uitdoen en daar moet je eigenlijk een soort van zak van maken. Dan kun je het daarin doen. Dat zouden wij doen. Hé, hey, ik doe gewoon wat jullie zeggen, weet je.
Wisten jullie zeg maar dat ik 15 seconden geleden mijn shirt kapot trok omdat zij zeiden dat het moest? Hier is gewoon een bad. Daar gaan we het in doen. Hey, thanks. Dit ja. Aan het werk. Aan het werk. Allemaal maar proosten, vind ik. Hey, proosten op het leven. En op een twisted brein. Laten we het daarop houden. Okay. Ik ga gewoon douchen zo, joh. Ah, joh, lekker. Eerste reactie even, jongens. Eerste reactie. Zoet. Ja, zoet. Ja. Maar? Wel lekker. Ik kan er wel van genieten, hoor. Lekker of niet? Heerlijk. Lieve Fanta, als jullie kijken, het spijt ons dat we dit hebben gedaan. Ik weet dat jullie het lastig vinden, maar ik neem volledige verantwoordelijkheid samen met hun voor deze actie. We hebben lol, we genieten ervan, maar het is gewoon noodzakelijk om op een nieuw niveau te komen qua twistedness. Gewoon, het is noodzakelijk, dit moet gebeuren, mensen. Nou, zijn jullie blij? Zeker. Zijn we lekker zo, toch? Ja. Prankster, boys. Yes. Dus natuurlijk de grote vraag van vandaag, zijn we gek genoeg in ons brein om iets leuks te kunnen bedenken voor de nieuwe Twisted Fanta fles? Ik denk dat dit wel een goed begin is. We hebben hierachter nog Orbeez natuurlijk, die zaten er net in, eruit gehaald. Dus als er Orbeez ingaan, dan zijn we geslaagd. Ja. Ja. Oké, okay, ja, laten we doen. Hij over de stroom gooien, man. Nou, jongens, we zijn geslaagd. Hey! Oh. Zo. Hi, Calvin. Moker. Hallo. Die had ik even niet verwacht. Nee, dat is ook zo. Je komt altijd onverwacht. Ja. Vertel even. Ik heb natuurlijk de opdracht gegeven om een designertje te zoeken. Ja. En, is gelukt. Ja, we hebben er 3 gevonden. En we hebben hun zeg maar een opdracht gegeven. Ja. Om jouw hoofd te twisten. Oké. Okay. Ja. Wie het beste heeft. Waarom mijn hoofd? Ja, jij bent toch wel het boegbeeld, toch? Zo. Fanta een beetje. Nou, dankjewel. Nee, dat vind ik lief van je dat je dat zegt. Ik moest kijken als Bart nou eens een keer zulke dingen zei. Zeg niks. No reactions. Nee joh, Bart, maak grapjes. We willen graag dat je even er naar kijkt om te kiezen wie je misschien het beste vindt. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Wat ik wel echt heel erg tof vind, is het is echt een soort Dit is echt next level, hoor. En creatief zo. Ja, ook op jou ingespeeld. Je hoofd is net een soort soft ijs. Wat zei je? Je hoofd is net een soort soft ijs. Ze kan boos op je worden, maar het is wel waar. Het lijkt wel serieus. Je hebt goed uitgekozen. Okay. Klaar voor de volgende? Ik ben zeker klaar voor de volgende. Daar komt-ie, hè? Het is wat speelser, hè? Ja, het is anders. het is anders. Oké. Okay. Dit is ook tof, maar het heeft niet echt wat met Fanta te maken, heb ik het idee nu. Nee. Het maar ja, het was ook een opdracht, hè? Daarom, dus... hij is wel een soort van... hij is wel origineel. Ja. Ik vind hem wel tof of zo. Okay. Ik zou hem misschien wel reposten op mijn Insta. Zou ik misschien wel doen. Ja. Ik ga even nadenken, weet je. Ik ga eventjes... Wat lastig zeg. Deze keuze is echt moeilijk. Wie was het beste? Ik vond die ene wel... Ik vond die andere... Oké, de eerste was het beste. Yes. Laat even zien. We hebben een winnaar, dames en heren. Yeah. Maar deze persoon, deze designer gaat dus het uiteindelijke design maken. Ja. Van het billboard. Oké. Okay. Weten we al wat we willen gaan twisten? Want mijn hoofd is gebruikelijk grappig. Ja. Maar dit gaan we natuurlijk niet op een billboard zetten. Nee. Hebben we al het meest normale ter wereld gevonden wat we gaan twisten? Eigenlijk. Ik heb echt een goed idee. Omdat heel veel mensen die... denken misschien van wat is normaal dat ze dan zeggen het leven, weet je wel. Yeah. Als we het leven nou eens twisten. Dus alles wat normaal is, yeah. Dat wordt abnormaal. Ja, en dan is nu het moment aangebroken waarop jullie een onderdeel gaan zijn van mijn hele avontuur. Namelijk, ik heb jullie hulp nodig. Let goed op, want ik ga het jullie nu vertellen.
Ja, zoals je kan zien hebben we gedurende deze hele aflevering gezocht naar doodnormale dingen om ze vervolgens helemaal twisted te maken. Dus ik kan natuurlijk gewoon op straat gaan en mensen vragen wat normaal is, maar ik kan ook jullie vragen om me te helpen en dat ga ik nu doen. Om via Instagram foto's te plaatsen van het meest normale ooit. Het kan van alles zijn, het kan een stok zijn, het kan een stoel zijn, het kan een aap zijn, het kan alles zijn wat je wil. Het kan alles zijn wat je wil. Dus kijk even om je heen, wat zie je voor normale dingen, maak er een foto van, plaats hem op Instagram met hashtag doodnormaal en hashtag eigenbaas en dan zorgen wij ervoor dat het hele internet volstaat met de meest normale dingen ooit. Yeah! Het eindresultaat van de Twisted Billboard is trouwens te zien op mijn Instagram story over 2 weken. Dus volg mij op Instagram, @calvijn. En misschien is jouw inzending wel hetgeen wat we uiteindelijk gebruiken voor het design. Dat zou episch zijn, mensen. Besef even als dat gebeurt. Dus plaats een foto, gebruik de hashtags en volg mij op Instagram, @calvijn. Om uiteindelijk het eindresultaat te kunnen zien. En dan zie ik jou natuurlijk gewoon weer over een aantal weken met een nieuwe aflevering van Baas Zijn met Calvijn. Inderdaad, het is nog niet voorbij. We zijn maar net begonnen. Let's go. Doei! Da!